In deze videoreeks gaan we oefenen met het ophalen van foto's van een fotosite. En we gebruiken daarvan met de halve jQuery, ook maken we gebruik met, van JSONP. Het werkt als resultaat zien we als volgt. We kunnen hier dan zo'n pagina hebben en zo'n zoekvenster. Zo'n tab drukken komen erin. Dan kun je bijvoorbeeld sneeuwfoto's ophalen. Als ik op de Enter-toets druk, dan wordt het ingevoerd en dan zie je hier het resultaat waarbij er dus verschillende foto's zo uitkomen. En als we na enige tijd kijken, dan is er weer een andere reeks van 20 foto's aanwezig, zoals we het misschien verderop in deze cursus zullen zien. We hebben hier nog in ieder geval een mededeling staan dat we dus met sneeuw getagd hebben en dat we die dus hebben gevonden. Voer je dus een ander woord in, bijvoorbeeld fiets. Je gaat dan zoeken, dan zie je dus een aantal resultaten wat met fiets te maken heeft. Voeren we dan weer in sneeuw, dan eigenlijk ander woord, dan krijgen we dus weer daar een andere mogelijk resultaat bij. Goed, we gaan daarvoor aan de slag. Ik wil in ieder geval proberen uit te leggen wat JSONP eigenlijk inhoudt. Het is een bestandstructuur voor gegevens, voor data. En we kunnen dan ook hier bijvoorbeeld weer element inspecteren. En dan bij de console even gevraagd wat het object is. En hier zien we dan dus het object wat in JSONP eigenlijk is. Het is een variabele nu geworden. En we zien dat daar dus een beschrijving is. Een dubbele punt en dan tussen de quotes een aantal een stukje tekst, zo kan je dat er in feite in stoppen. Maar je kan natuurlijk ook een array erin stoppen. Hier is in deze regel een array ingestopt. Die kunnen we dan vervolgens ook weer openklappen en dan zitten daar weer verschillende objecten in. En we bedenken wel even dat we weer beginnen met object 0, zoals het vaak met het digitaal tellen gaat. En hier dan weer te maken met object 1. En in dat object zitten dus nog weer meerdere objecten. Zoals hier het object media en dat is uiteindelijk zeg maar de originele foto zoals je hem dan zou kunnen ophalen. Goed, een kennismaking dus met de bestandstructuur van JSONP en we gaan natuurlijk proberen om deze gegevens op te halen en vervolgens ook nog te verwerken tot een pagina.